Vandaag breng ik een bezoekje aan Headstuffing, want zij zijn een uitzendbureau binnen de foodbranche met een zeer duurzame insteek. Hier wil ik natuurlijk veel meer over weten. Gaan jullie mee? Reza. Hi Laura, welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. De voedselverwerkende industrie, waar moeten we dan aan denken? De voedselverwerkende industrie is een industrie die zorgt voor het eten in Nederland. Dus de voedselvoorziening. Produceren, vervaardigen, distribueren en uiteindelijk verkopen van voedsel. En waarom wordt er in die industrie vooral gewerkt met flexwerkers? Dat heeft te maken met het feit dat heel veel bedrijven seizoensgebonden zijn. Als de pieken op enig moment in een seizoen hoger zijn, dan zijn er meer mensen nodig. Dus worden ook meer flexwerkers ingehuurd. Maar dat klinkt in eerste instantie niet heel duurzaam als ze maar zo kort ingezet worden. Maar daar denk jij vast anders over. Dat klopt. Het voordeel van het werken binnen dezelfde industrie is dat op het moment dat de piek bij de een ophoudt, dat je de mensen bij een andere fabriek kunt te werk stellen. Omdat het binnen dezelfde industrie is, zijn de inwerktijden daardoor heel erg kort. Daarnaast, op het moment dat je mensen huisvest, zou je na kunnen denken over in de buurt van de fabrieken mensen huisvesten. Dus veel minder reistijd, veel minder reiskosten. Paperless contracting is iets waar wij heel erg op inzetten. En we hebben ook nog te maken met elektrische auto's, elektrische fietsen en ook nog fietsen voor onze werknemers. En tot slot hanteren wij een onbepaalde tijdsovereenkomst voor al onze werknemers, waardoor we mensen veel langere tijd aan ons kunnen binden. En wat er ook uiteindelijk voor zorgt dat mensen veel meer bereid zijn om zichzelf te willen integreren binnen Nederland en binnen de gemeente waarin ze op dat moment wonen en werken. Dat betekent dus snel op zoek gaan naar eigen huisvesting. Wij helpen de mensen ook nog met het voorfinancieren van hun overstap van onze huisvesting naar hun eigen huisvesting. Waardoor ze langere termijn zichzelf aan ons kunnen binden, maar ook aan de opdrachtgever. Wij zien dus daardoor dat heel veel mensen op enig moment ook overstappen naar de opdrachtgever in vaste dienst. Oké, nou dit is inderdaad een hele andere insteek. Ik wil eigenlijk nog veel meer horen. Nou, dan vertel ik je daar veel meer over. Laten we een stukje gaan wandelen. Oké, top. Reza, maar hoe kun je je flexwerkers nou zekerheid en continuïteit bieden? Dat doe je op twee manieren. Als mensen een korte termijn voor je werken, dan kun je ze van het ene piekmoment van de ene klant overzetten naar een ander piekmoment van de andere klant. Als zij langere termijn voor je werken, dan kun je hen helpen met zichzelf meer te specialiseren in een bepaalde functie bij een klant, waardoor ze tot de vaste pool van die klant komen te behoren en op lange termijn ook kunnen solliciteren in de vaste dienst bij de klant zelf. Maar het klinkt alsof jullie daar heel goed over na hebben gedacht. Super interessant, dankjewel Reza. En ik mag dadelijk meelopen met Nelson, een van de flexwerkers. Dus daar ga ik lekker naartoe. Dankjewel. Heel veel plezier. Komt goed. Doei doei. Hey Nelson. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you. You look ready. Yeah. How is your work day looks like? Generally, we have three shifts, the morning, evening, and the night shifts. This week, I have the evening shifts, and it's from 1:45 to 9:45. We start with the kickoff, and we move to our various departments. I work as a line operator. I monitor the bus and for quality, and also regulate the machines and set them well. Okay, nice. And you live also close to this work location? Yeah, I used to live at the company's accommodation, but recently I moved to a private one. It's quite hectic to find a house in Netherlands. Thanks to Headstuffing, they helped me with some links online, which helped me to find a place which is perfect for me. Okay, nice. And why is it so nice to work with Headstuffing? First of all, I had a permanent contract from the first day of work,
I have experienced a lot of improvements at the workplace. I started as a packager. Now I work at the line as an operator. Also, I have a minimum income of 28 hours a week, which is guaranteed. And also, the environment of work is very good. We work at room temperature, and also, you know, we have a good aroma from the bars. That sounds very good. But I think you have to go to work now. Thank you so much and good luck. Thank you. Bye bye. Bye. Nou, het zit er weer op voor vandaag. Wil jij nou ook als flexkracht aan de slag of flexkrachten inzetten? Kijk dan op de website hetstaffing.nl voor meer informatie.